De reddingsboot Doris Rijkers, die sinds augustus 1923 gestationeerd was in Den Helder, heeft voor het laatst officieel dienst gedaan. Met deze boot werden niet minder dan 598 schipbreukelingen gered. Een totaal dat nog nimmer werd overtroffen. De Doris Rijkers werd deze dagen vervangen door de Prins Hendrik. Een nieuwe motorreddingboot die door prinses Wilhelmina aan de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij geschonken is. Deze nieuwe boot bezit twee stuurcabines, één open en één overdekte, die alleen bij zeer zwaar weer gebruikt wordt. Verder is er aan boord een radiozend- en ontvanginstallatie waarmee men de verbinding met de wal kan onderhouden. In de kleine machinekamer bevinden zich twee dieselmotoren, ieder van 120 paardenkracht, die het vaartuig een snelheid kunnen geven van 10,5 mijl per uur. De Prins Hendrik kan zo nodig 70 schipbreukelingen opnemen. In de kleine kajuit vinden ze het nodige comfort en kunnen ze zich uit de voorraad van droge kleding voorzien. Schipper Meestok Sopeus, onder wiens deskundig toezicht de Prins Hendrik gebouwd werd, gaf het commando over aan schipper Piet Bot. De Prins Hendrik, het mooiste en het modernste schip van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij, betekent voor het Nederlandse reddingswezen een belangrijke aanwinst.